In twee huizen aan de Westmallestraat in Woensel heeft vanochtend een brand gewoed. Volgens de buurtbewoners sloeg het vuur snel om zich heen. Ik zie de vlammen gewoon uit het zolder slaan. Dus ik keek naar buiten en toen sloegen de vlammen hoog uit het dak. En hond gepakt en naar buiten gegaan. De brand heeft zich uitgebreid naar de woning daarnaast bij huis nummer 1. En dreigde zich ook uit te breiden naar huis nummer 5. Als eerste hebben wij gezorgd dat naar huis nummer 5 de brand niet uitgebreid is via het dak. Maar ja, nu zijn er wel twee zolders zijn verloren gegaan. De bewoners van het huis wisten op tijd weg te komen. Niemand van hen raakte gewond. Rond een uur of 1 was de brand onder controle.